De politie is gisteren begonnen met de actie Wij waren in je kamer. Hierbij breken politieagenten in bij studentenhuizen. Dit doen ze om studenten te laten zien hoe makkelijk het is om bij hen in te breken. Als er niemand thuis is, wordt er een flyer achtergelaten met daarop een Polaroid-foto van de agenten die in de kamer staan. De agenten komen later bij deze huizen terug om uitleg over de actie te geven en op de inbraakgevoeligheid van het pand te wijzen. Bij de huizen waar studenten wel thuis waren, gingen de agenten meteen het gesprek aan. Wij hopen hiermee te bereiken dat met name het besef bij de studenten er is dat er heel gemakkelijk in hun woning kan worden ingebroken. Op een hele makkelijke manier. Deze actie wordt door de politie uitgevoerd, maar het blijft inbreken. Mag dit zomaar? Ja, dat hebben we van tevoren dat overlegd natuurlijk met het Openbaar Ministerie en met de burgemeester. Het blijft een preventieve actie, dus op dat gebied is er geen sprake van een misdrijf. Er zijn de laatste tijd opvallend veel inbraken in studentenhuizen gepleegd. Dit komt omdat de huizen vaak slecht beveiligd zijn en studenten zelfs regelmatig de deur of ramen open laten staan als ze weggaan. Daar zijn we eigenlijk zelf ook wel van geschrokken. We hebben 42 studentenpanden bezocht en in 30 gevallen konden we vrij gemakkelijk naar binnen. Ramen die openstaan, waar de collega's zo naar binnen konden kruipen en gewoon in de centrale hal stonden die toegang gaf tot alle studentenkamers. Maar ook het flipperen met een plastic stripje tussen een kozijn en haal je zo het slot van de voordeur af. En het hengelen, zoals wij dat noemen, dat is met een kapstok of een ijzerdraadje via de brievenbus de omgrendeling eraf halen. Deze actie komt voort uit het donkere dagenoffensief van de politie. Hiermee wil de politie de toenemende criminaliteit in de donkere wintermaanden aanpakken.